Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Kesbeke en Febo. Hij heeft dat fysiek met zich mee. Hij heeft fysiek, hij is zo onwaarschijnlijk sterk. Is het niet een beetje gênant, Ajax in de Conference League? Ja, zeker. Ja, hartstikke gênant, Sam. Dat is net zoiets als jij bij Sesamstraat. Ja, maar wel een beetje herkenbaar. Zo. Zeker. Dit is Kale. Ja, kan je zien, hè? Ja, kom maar op, hoor. Oh, kom maar op. Blijf staan, we doen niks. We voeren de spanning op. Hij zegt... Hij hoort hem. Kiekeboe. Het is concertgebouw, hè? Het is niet zomaar iets. Alles leren, je hebt een stem alsof je begrafenis staat, man. Hé, hey, doe even chill. Daar... Dames en heren. Weet je hoe donker het hier is? Ja, dames en heren. Maak u klaar voor een legendarisch duo. Ik noem ze Kale en Kokkie, de Kok en de Bolt. Hier zijn ze. Kale en Kokkie, kom maar tevoorschijn. Ja, hier. Kale, wacht eens. Kom. We gaan samen. Ik mis het applaus, hè, Sam. Nee, die zet ik eronder. Oh, dat zet je eronder. Het is wel historisch, hè, waar we staan, hè? Ja? Ja. En mannen, we staan hier natuurlijk niet zomaar, want ja, er komt ook iets aan, hè, vanuit jullie. Ja. Kunnen jullie daar een tipje van de sluier geven? We kunnen in zoverre een tipje sluiten dat het definitief de 24e maart gaat worden. Dat het uitgezonden gaat worden vanuit... Maar wat gaan jullie doen? We gaan een theaterdag maken. We gaan eigenlijk onze... Over Ajax kletsen. Over Ajax kletsen. Op de planken, hè? Op de planken. Ja. Wat goed, zeg. Maar we doen dat vanuit de Nieuwe De Lambar. Dus dat is hier vlakbij, op het Leidseplein. Hè? Tenminste, om het hoekje daar. Wel een legendarische plek. Ja. Dus ja, dat gaat gebeuren. Met hele interessante gasten. Laat daar ook geen misverstand over bestaan. We hebben de toezegging gekregen van een hele belangrijke gast... waar we niets over kunnen zeggen op dit moment. Dat is spannend. Ja. Maar dat is 99,9%. Zeker, ja. En is er nog een rol voor mij weggelegd? Zeker, yes, Sam. Ja, jij zeker. Bent degene zeker. Die mag ik mensen... Je bent, jij staat naast de koffiejuffrouw sta jij in de coulissen. Hartstikke leuk. Mannen. Sam. De wedstrijd. Nou, die bestond ook uit twee delen. Je hebt hier ook in deze zaal heb je vaak iets van voor de pauze en na de pauze. Ja. Bij een voetbalwedstrijd heb je er ook. Dan heb je een rustmoment. En voor de rust was het... heb ik echt een leuke Ajax gezien. Zag ik leuke aanvallen. Fantastisch eerste goal. Brobby in goede doen. Hielson in goede doen. En dan krijg je die tweede helft. En ik weet niet wat er gebeurd is, hoor. Maar ja, op een of andere manier... Achteraf blijkt dat die jongens een beetje klachten aan hem hebben. Ja, dat begrijp ik. Maar op dat moment denk je toch, wat is hier godesnaam aan het doen? Maar. Dat is één. En het tweede is dat het verval zo enorm groot was. In de tweede helft? Onvoorstelbaar. En sommige jongens waren echt niet best, hè? Nee. Je ziet nu met Marta al 2-3 wedstrijden. Zo gauw het aanvallend echt... hem opzoekt, komt hij in de problemen. En dan denk je, Schippie, Sosa is gewoon meer een ervaren jongen. Is Kroatisch international. Waarom kiest hij, denk je, toch nog steeds voor Marta daar? Dat weet ik dus niet. Hetzelfde met het inbrengen van Banel. Die heeft nou een paar invalbeurtjes gehad. Is allemaal leuk voor zo'n jongen. Is leuk als je 4-5-0 voor staat. Maar niet bij zo'n stand. Breng dan die Forbes, die al wat hebt laten zien, weet je. En achterin, ik denk dat hij op een gegeven moment ook keuze moet maken. Soutalo... vond hem niet best. Nee. Nou kan je zeggen met Soutalo, ja, die jongen is geblesseerd geweest, die is er even af geweest. Maar de momenten aan dat de bal, ik vond dat niet sterk, hoor. Poeh. Maar ik vond het vervolg zo verschrikkelijk groot. En Rens in het centrum, daar waren we het over eens, was ons prima bevallen. Ja, maar dan zit je weer met die rechtsbackplek. Ja, dat heeft Kai nu gepasseerd. Ajax moet gewoon verdedigende jongens gaan halen, weet je. Dus je zal, nou ja, er wordt over gesproken nu, hè, in de winterstop toch om te kijken van, of de links en rechts wat gehaald kan worden. Met name voor die 6 posities en rechts achterin dat er iets bij gaat links komen. Achterin zit links achteraan precies hetzelfde verhaal. Maar ja, dan heb je er al 4. Weet je wat ik wel lekker vind als je een Taylor weer ziet met blos op zijn wangen, die weer gewoon bezig is. Ik bedoel, even los van die hakbal die overigens fantastisch was. Maar goed, dan moet je ook een beetje mazzel hebben. Maar ik heb aanval gezien in die eerste helft. Laten we daar nog even op terugpakken. Dat ik dacht van zo, ik zit naar leuke dingen te kijken. Ik vond wel de eerste paar minuten
vond ik Sparta best wel sterk. Ja, dat ik echt zoiets had van, jongens, gaan we nu even wakker worden? Ja. En toen begint Ajax toch te voetballen. Bergwijn, die zie je eigenlijk alleen met die penalty, vind ik. Ja, ik vind het nog niet zo. Die weer goed inschiet en dingen. En dan denk je, ja, jongens. Maar daar staat, weet je, die hebben we dus gewoon laten lopen. Want ik vind die keeper bij Sparta. Olij. Dat vind ik nog steeds een gemis dat je die niet gehaald hebt. Al zeg ik je wel, na 5 minuten de reflex van Ramai, anders sta je met 1-0 achter. Zeker, absoluut, pakt hij goed. Ja. Kunnen jullie dat verklaren, zo'n tweede helft? Nee, dat kan ik niet verklaren, want het is, weet je... Want je weet hetgene wat wij wekelijks zeggen, dat je punten moet sprokkelen. Dat weet die selectie als geen ander. Die weten ze puntjes moeten halen, je moet van Sparta winnen om boven Sparta te komen. En dan kan je dit niet verklaren waarom je... Want het is niet dat ze het niet kunnen. Dat zie je de eerste helft. Alleen dan zie je misschien hoe belangrijk Brobby is. Hoe belangrijk Linsson is Linsson voor Ajax. Op die teampositie. Nu al voor dit Ajax. Ja. En als je dan gaat schuiven... Ja, op het moment dat je zo'n Banel brengt... denk ik als je Forbes daar neerzet... dat je toch wat meer gevaar gaat creëren, weet je. Er stond de afgelopen weken stonden er gedoseerd over een week, geloof ik. Er stond er een heel groot verhaal van Dennis Bergkamp op in de krant. En als je die Linsson sinds voetballen, dan heeft hij daar wel wat van weg. Het is niet een jongen die passeert, maar het is wel een jongen die het spelletje heel goed ziet. Die de ruimte ziet. Maar Bergkamp had ook wel, denk ik, iets meer techniek, hè? Met iets meer... Maar ga maar eens kijken. Let maar eens op wat hij aan loopacties en zo. Hey, hij speelt prima, die jongen. Daar is 20, hè? Kom op. Ja. Waar ligt de lat van Brobby? Hoe hoog ligt die lat? Nou ja, je ziet nu... Dat, daar ongeveer, hè? Een heleboel mensen nu een beetje wakker beginnen te worden. Wat? Dat ze nu in één keer allemaal gaan ontdekken dat Brobby goed is. In het begin liep iedereen te zeiken. Hij was er gewoon niet goed, dat is gewoon niet zo gek. Hij was niet goed. Hoeveel ballen kreeg hij in het begin? Kijk, als je nu de Berghuis op dit moment ziet, onder Schippie... is weer een Berghuis die weer met voorzetten komt. Onder Stijn kwamen die ballen er niet. Had Brobby geen aanspeelpunt? Had Brobby niet iemand als Linsson om hem heen staan? Stond hij op een eiland? Ja, en als hij een keer een bal kreeg, had hij 3-4 man van de tegenpartij om hem heen. Ik vond het wel mooi. Hè? Die Bart Vriends, die zat verleden week zat hij bij Studio Voetbal. Van tevoren zat hij al een beetje van hoe ga ik Brobby afstoppen? En precies op het moment wat hij niet moet doen, doet hij dus. Ja, dat hij zegt van... Je moet zorgen dat hij niet juist, achter hem komt. Precies. Ja. Maar hoe kan je Brobby tegenhouden? Ja, dat is, als je Brobby zeg maar voor je hebt staan, dan zeg maar met zijn rug naar jou toe, dan wat doe je dan? Ik denk dat je er heel kort op moet zitten. Maar daarbij, hij heeft dat fysiek met zich mee. Hij is zo onwaarschijnlijk sterk. Ik denk dat als je hem goed aanspeelt, dat niet te verdedigen is. Ik denk als verdediger dat jij moet zorgen dat je sneller bent dan hij is. Dat je voor hem bent elke keer. Op het moment dat je dat niet bent... Dat hij dat lichaam ervoor heeft, ben je kansloos. En dat zie je aan Nicole, hoe die van die gozer wegdraait. En hoe belangrijk gaat hij voor ons zijn dan, Kokkie, dit seizoen nog? Nou, gewoon nog wel de x-aantal keren dat we met z'n allen hem gaan bejubelen, denk ik. Ja. En niet alleen scoren, hè, maar ook vergis niet in de voorbereiding. Ja, en hij ook maakt die wedstrijd... alleen één fout, hè, na afloop natuurlijk. Hè. Ja, dat is? Ja, te gaan melden dat hij bij die Bart Vriends misschien in de podcast gaat. Er is maar één podcast waarin we Brobby wilden zien. Ja. Ja. En dat is niet die van Bart Vriend. Ik heb het ook op. Het is wel een leuke podcast van die gasten maken. Ik heb het al als een commentaar neergezet. Ja. Ja. Hij hoort, als die ergens komt, hoort hij bij ons. Zitten. Ja. Wat voor type verdediger moet er in de winterstop bijkomen, vind jij? Iets en iemand die er meteen staat. Maar je dacht natuurlijk dat Soetalo was, maar dat is het niet geworden. Dat had je verwacht, dat hadden we met z'n allen gehoopt. En ja, als je heel eerlijk bent, denk ik dat iedereen het met ons eens is als je zegt dat hij toch wel een beetje heel erg tegenvalt. Dus een verdediger? Een verdediger en ja, een 6. Ja, verdediger. Misschien wel 1, 2 of 3 verdedigers. Ja? Zoveel? Ja. Nou ja, je hebt op linksback heb je ook niet heel veel, even voor de duidelijkheid. Je hebt centraal achterin Hato, dat is eigenlijk je zekerheid. Rens centraal achterin rechts, dat kan. De 6-positie is een probleem. Rechtsback is een probleem. Linksback is ook nog niet echt goed ingevuld, ondanks het feit dat je de 4 hebt voor die positie. En dan zeg je wel, we hebben straks Vos. Ja. Maar als je weer alleen Vos hebt, stel dat hij langer geblesseerd is of weer geblesseerd raakt, wie ga je dan daar neerzetten? Weet je? En wil je Vos per se op die plek of wil je Vos op een andere positie op het middenveld? Er moet gewoon daar wat gebeuren. Want Tajirovic was ook niet sterk tegen Sparta. En aanvallend zie je dat Ajax best wel
tot mooie kansen komt, weet je, dat het allemaal wel leuk loopt. Maar vooral achterin, je krijgt de doelpunten zo makkelijk tegen. En of je nou tegen NEC speelt of tegen Sparta of... Overigens was die wel heel fraai, hoor, die jongen maakte. Tegen Marseille, weet je, maar ze gaan er zo makkelijk in. 28, hè, inmiddels nu, alleen in de competitie. Dus, als je 28 tegengoals, 28 tegengoals in de competitie. Ja, er zijn seizoenen dat we met minder eindigen. Dat bedoel ik. Maar als je ook nu ziet hoe Marta eigenlijk hem daarna gewoon laat lopen, hè? Ook niet. Marta staat ook een paar keer verkeerd aan de buitenkant te dekken. De fouten die Guy ook maakte een paar weken geleden. Die jongen is natuurlijk ook niet echt... Maar laten we wel zijn, jongens. We komen in een maand tijd, hè. Even iets meer dan een maand komen we van plek 18 naar plek 5. Dat is mooi, toch? Nou ja, weet je, even relativeren. Wat er reëel was. Het is puntjes bij elkaar schroeven. Je hebt natuurlijk een prima programma gehad om dat te doen. Laat het ook geen misverstand bestaan. Weet je gaat na de winterstop krijg je een aantal... We hebben nu nog eentje te gaan tegen PEC. Daar hebben we, maar ook bij Stijn speelde je tegen Excelsior, Fortuna en noem het maar op. Maar hadden we ook Twente, AZ, ja. Feyenoord, PSV. En, dat hebben we nu even niet. Ja. Waar zou je nu willen dat Ajax gaat eindigen? Je gaat voor iets wat realiseerbaar is. Je staat volgens mij uit mijn hoofd gezegd, zeg ik, 21 punten achter PSV, die ga je niet meer inlopen. Zo simpel moet het zijn. Ik denk dat Feyenoord waarschijnlijk ook al een lastig verhaal gaat worden. Maar je richt op nummer 3. Dat is voorronde Champions League. Dat zou fantastisch zijn als je dat, zeker gegeven de afgelopen maanden, als je dat gaat halen. Ik denk dat Schip heel realistisch is als hij zegt van, nou, weet je, 5 tot aan de winterstop. Je hebt nu nog een pot tegen PEC Zwolle, die moet je normaal gesproken moeten winnen. Zit wij op het bankje in, denk ik. Ja, zeker, want hij is er niet. Hij gaat naar Australië toe voor dus de trouwerij van zijn zoon. Dus mag je niet op de bank plaatsnemen. Ja, dat lijkt me logisch. Logische keuze, toch? Ja. Logisch, ja. Dan hebben we AEK eerst aankomende donderdag. En dan is het Hercules nog. We hebben gegeten gemaakt zo voor de beker. En dan is het winterstop. En daarna gaan we naar Go Ahead. En daar hebben we de afgelopen jaren ook niet echt heel veel leuke resultaten geboekt. Dus dat wordt een eerste testcase weer. Maar goed, dan hebben we de winterstop achter de rug en dan mag je hopen. En denken dat er wat gebeurd is ook op spelersgebied. Dus vooralsnog plek 5. En hartstikke goed. Op plek 3. Ja. Dat moet je volgende doelstelling zijn. En alles wat je eventueel nog hoger eindigt, is mooi meegenomen. Maar plek 3. Plek 3 zou wel heel top zijn. Ja. Dus we gaan gewoon voor plek 3 dan. Yes. Dat zei Bergwijn ook gisteren tegen mij. Oh. Zei hij, hey Sam, we gaan voor plek 3? Nou, ik moest het wel een beetje in zijn mond leggen, maar... Hij heeft ons ook gebeld. En toen zei hij, vertelde hij dat. Hij zegt, als jullie dat ook zeggen, dan lijkt het toen we op één lijn zitten. Ik zei, ja, dat gaan we doen, jongen. Ja. En niet te vergeten, donderdag nog. Voor de Confetti League. Ja. Ja. Nou ja, gewoon... Moet je dat wel willen als Ajax, de Conference League in? Nu wel. Zeker. Waarom dan? Omdat je internationaal bezig blijft. Ja, maar Conference League, hoor, dat hoort toch niet bij Ajax? Jonge gasten gewoon ervaring opdoen, internationale wedstrijden spelen. Helemaal prima. Ja. Is het niet een beetje gênant, Ajax in de Conference League? Ja, zeker. Ja, hartstikke gênant, Sam. Dat is net zoiets als jij bij Sesamstraat. Maakt Ajax daar een kans? Ja, Ajax maakt een kans. Ajax gaat winnen. We krijgen weer één tegengoaltje. Ajax wint met... 3-1. Ik zeg 2-1. Goed zo. Ja? Ja. En dan gaan we gewoon door naar de Conference League. Dat dacht ik. We hebben het nog nooit gedaan, hè. Moet ook een keer gebeuren. Dat is waar, ja. Wij moeten alles een keer meegemaakt hebben, Sam. Dus ook dit.